blijkbaar heb ik vannacht gehuild of zo. Ben je aan het vloggen, joh? We hebben bier gehaald, wijn. En ik heb dus de laatste tijd echt heel erg de neiging om uit huis te gaan. Oh my god, dan echt mijn favoriete setjes. Hier heb je dan zo de spiegel. Ik heb trouwens nieuwe kaarsen. Maar ik dacht, het is even tijd voor een eerlijk gesprek met jullie. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag, bevrijdingsdag. En ik ga eerst eventjes lekker sporten. Oké, ik heb lekker even wat gegeten, wakker geworden. Ik dacht, wow, daar hangt van alles aan. Ik doe even een Stronger shoplogje. Ik ben best wel vroeg wakker. Het is nog maar 7:50. Ik weet niet waarom ik zo vroeg wakker ben, maar goed. Ik hoef pas om 9:00 ga ik sporten. En het gaat dus regenen. Och, wat een gezeik. Maar goed, we gaan het wel lekker doen. Want ik had het gisteren ook al niet gedaan. Want toen ging het ook regenen. Toen dacht ik, ja, zo blijf ik uitstellen. Want het gaat de hele week regenen. Dus ik moet het gewoon even doen. Maar daarover gesproken, Stronger. Ik heb echt een mega leuk pakketje binnengekregen. Echt super leuk. Want ik heb al vaker zelf wat besteld bij Stronger. En nu vroegen ze of ik wat wilde krijgen en zo. Dus ik ben daar heel erg blij mee als... je zelf al een tijdje iets gebruikt en dan bedrijven komen om samen te werken. Dat vind ik echt een match made in heaven. Dus we gaan dat lekker openmaken. Als ik heb gesport trouwens, dan ga ik mijn kamer weer verder opruimen. Ik heb gisteren een Xenos shoplog gefilmd. Die is echt super leuk geworden. Dus check die video even. Die is vrijdag online gekomen. Maar nu ziet het er niet uit. Dus moet ik even allemaal nog opruimen. Oké, ik zal wel eerst even laten zien wat ik dus nu aan had. Ik heb namelijk dit hele chille sport BH aan. Deze, hier staat de Stronger en ik vind het stofje dus ook echt mega fijn. Het is echt zo'n lekker stofje. En er zitten pads in en ik vind dat zelf op zich ook wel fijn. Die zou je er eventueel uit kunnen halen, maar ik vind dit wel allemaal lekker zitten. Dus dit is de Sport BH. Het zit ook gewoon lekker strak, dat als je beweegt. Ik doe dan namelijk crossfit. Nou, dan zou ik je zeggen, dan beweeg je best wel veel. Zit het gewoon allemaal op hun plekje, gaat het niet alle kanten op. Dus dat vind ik heel erg fijn. En daarbij heb ik dus deze sportlegging aan. En ik heb hem dus eigenlijk al ongeveer een paar dagen heel vaak aangehad. Het hele weekend heb ik hem aangehad. Deze zit zo chill. Echt, oh, echt een aanrader. Het zit namelijk gewoon zo lekker stretch en hoog. Ik hou ervan als leggings gewoon lekker hoog zitten. Hier is namelijk mijn navel en hier zo. En hier komt hij. Dus dat is echt heel erg chill. Hij zit ook heel erg lekker stretch. Ik heb al gekeken of hij doorscheen. Dat heb ik in het weekend al gedaan. Maar hij schijnt niet door. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel mooi. Ik weet niet of het te zien is. Maar hier staat dan nog Stronger. Op geborduurd of weet ik veel. Heel erg mooi. Dus dat is dit wat ik nu aan heb. Het is gewoon allemaal heel erg fijn en stretchy. Als je deze legging binnenkrijgt, dan denk je, oh my god, ga ik dit wel passen? Maar het rekt zo erg mee, dat pas je echt wel. Ik heb nog een hele leuke kortingscode voor jullie, die jullie kunnen gebruiken op de site van Stronger. Met Floor20 krijg je 20% korting op je order. Dus dat is echt mega deal, echt top. Dus 20%. Ik zou de linkjes die ik ga laten zien van de kleding in de beschrijving zetten. En de kortingscode zet ik ook in de beschrijving van deze video. Zodat je dat lekker kan checken. Maar goed, dit heb ik nu aan. En dit ga ik lekker aanhouden ook met sporten. Want dat had ik al bedacht. Zoals ik al net zei, is het dus aan het regenen. Zo helemaal kut. Nu schijnt de zon. Maar als het goed is, gaat het zo weer regenen. Echt vreselijk. Je ziet de bui al hangen. Letterlijk. Maar daarvoor heb ik dit regenjasje of ja, sportjasje aan. Ik heb altijd naar CrossFit een sportjasje, omdat het nu buiten is en het is gewoon super koud. Ik heb er namelijk maar één en nu heb ik deze er ook bij. Dus hier ben ik heel blij mee. Het is echt zo'n sportjasje. Ook zo'n stofje dat de regen er niet doorheen gaat. En ik vind hem oprecht heel erg mooi. Hij heeft ook nog een capuchon. Dus als het echt gaat regenen, kan ik die altijd nog opdoen. Maar hier ben ik heel blij mee. En dan kan ik hem zo dicht ritsen. En dan heeft hij hier nog van die touwtjes waar je hem strakker mee kan trekken. Want hieronder zit helemaal zo'n elastieke band aan de onderkant. Ik vind het zo'n mooi jasje. Dus dit is mijn sportoutfitje voor nu zo. En in het weekend had ik bijvoorbeeld deze legging aan met een beige topje en dan een blazertje eroverheen. Ik zal dat wel even laten zien. Nou, dus zo liep ik eigenlijk het hele weekend bij, maar dan met een ander topje eronder. Maar ik vond dat echt heel chill om gewoon die sportlegging met deze blazer te dragen. Dus ja, je kan het ook zeker gewoon normaal dragen.
Dan heb ik dus het broekje aan. Heel erg chill zit hij. Echt heel erg fijn. Hij schijnt ook wederom niet door. Dat vind ik zelf ook wel heel fijn. En je krijgt er ook niet een gigantische camel toe of zo van. Dus dat is natuurlijk ook top bij dit soort broekjes. Maar ja, dit is heel leuk met dat ene sport BH'tje. Maar ik heb nu mijn gewone BH aan en geen zin om helemaal weer uit te doen. Want je kan geen gewone BH onder die sport BH doen, want daar zit hij gewoon te strak voor. En bij deze hoeft dat ook niet. Deze zit ook strak genoeg, maar goed, ik had hem al aan. Goed verhaal. Maar dit is dus het zwarte broekje. Heel fijn. En hij zit wederom weer ook wat hoger. Dat vind ik ook gewoon heel erg fijn. Oh my god, dan echt mijn favoriete setje straks in de zomer. Als het gewoon zo'n kort broekje aan kan. Is dus deze. Nou, wederom zonder BH. Dat kan makkelijk. Zit lekker strak dit topje. Heel chill. En het broekje, die zit echt perfect. En ik heb dus gewoon zwart aan. En het schijnt gewoon niet door. Dus dat is echt super. En hij zit gewoon heel erg lekker. Dus dat is dit. En hier heeft hij nog een detail. Dit is dus van de pastelcollectie. Die is dus vanaf 5 mei. Dus vanaf vandaag. Maar letterlijk als in woensdag. Jullie zien dit natuurlijk maandag. Dus dan staat hij al een paar dagen online. Maar er is dus een pastelcollectie. En ik heb dus deze kleurtjes gekozen. Een beetje de oranje zalmkleur. Maar je hebt dus ook een lila kleurtje of een pastelgele. Maar daar krijg je dus ook gewoon korting op met mijn kortingscode. Die kortingscode is namelijk gewoon op de hele website van Stronger. Dus bijvoorbeeld ook die collab met Monica Geuze. Dus dat is echt wel heel chill. Maar dat is dus deze. Maar weet dat er meerdere kleurtjes zijn. Nou, en je kan natuurlijk ook gewoon beginnen met dit topje erop. En als je het warm hebt, doe je hem dus uit. Maar echt heel fijn. Dit is dus het sportkroptopje. Heel erg chill. En dit stofje is echt niet normaal. Het is gewoon zo lekker zacht. Maar het is ook lekker zwierig. Ik heb hem dus wel een maatje groter dan normaal. Omdat ik het zelf wel fijn vind als het wat groter is. Het hoeft van mij niet zo half-half, zeg maar. Dus ik zou zeker aanraden om deze maatje groter te doen. Dan dus de legging die ik ook in het zwart heb. Maar ook dus in het kaki kleurig. Echt heel erg fijn vind ik ze. Ze zitten gewoon echt zo lekker hoog. Misschien als je in het begin aan doet, denk je echt, oh mijn god, dit ga ik nooit passen. Maar als je hem eenmaal aan hebt, zit het echt helemaal perfect en fijn. Maar goed, dit is dus precies dezelfde als een zwarte. Dus misschien kun je nu de details wat beter zien. Je hebt dus hier Stronger. Je hebt hier een soort stofje nog van die bandjes. Dat heeft de zwarte ook, maar omdat het zwart is, valt het nauwelijks op. Zeker de moeite waard allemaal. Het is echt hele fijne kwaliteit. Ik sport ook best veel. Ik heb vroeger echt bijna elke dag gesport. Vroeger zo van nu niet meer. Maar de laatste tijd wel een tandje minder. Maar zo ben ik dus met meerdere sportkledingmerken in aanmerking geweest. En ik vind dit echt wel een van de betere als ik het zo vergelijk. Ook qua stofje, qua kwaliteit. Maar zeker ook qua doorschijning. Dus dat het dus niet doorschijnt. Dus toppie. Vergeet de kortingscode niet. Vloer20 voor 20% korting. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten van deze items. En de kortingscode ook. Dus dat was dit stukje van Stronger. Heel erg bedankt. Echt mega, mega blij mee. Komt zeker van pas met het sporten. En ja, veel kijkplezier verder met de weekvlog. Mijn tandjes zijn gepoetst. Ik ga me nu even snel weer omkleden. Dan ga ik dus sporten. Maar ik heb vorige week niet gevlogd. Omdat ik een 40 uur projectweek op school had. Nou, meid. Het was vreselijk. Nee, het was echt even heel heftig voor mij. Ik ben dat echt niet meer gewend. En al die prikkels, het was gewoon op school, dus ik zag gewoon letterlijk bijna iedereen. Allemaal nieuwe mensen en je moet echt continu nadenken, want we moesten voor een echte opdrachtgever een concept bedenken en zo. Dus helemaal uitwerken, et cetera. Dus ja, was even heftig. Dus vrijdag toen was ik vrij en toen was ik helemaal gesloopt. Dus toen heb ik dit weekend gewoon lekker weer geshopt bij de winkels. En gisteren en eergisteren, dus maandag en dinsdag, even vrijgenomen, even niks doen. Dat had ik echt nodig. Gisteren zat ik ook echt mentaal helemaal doorheen. Gewoon gesloopt, duizelig. Dus dan moet ik ook gewoon niet geforceerd of gewoon als ik er geen zin in heb. Of eigenlijk als mijn lichaam er niet om vraagt, dingen gaan doen. Zo, dat is beter. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar nu wil ik weer wat meer structuur en regelmaat in mijn leven. Dus gisteren en eergisteren de hele dag in bed gelegen en filmpjes gekeken en gechilled. En nou gaan we gewoon weer een beetje sporten, wandelen, lekker koken, gerechtjes maken. Dat vind ik heel leuk. Dus dat wou ik even zeggen.
Als het goed is, kom morgen trouwens ook HelloFresh binnen. Dat is wel chill. En dan ga ik daar ook weer lekker mee koken. Ik vind dat echt heel erg leuk. En ik heb dus de laatste tijd echt heel erg de neiging om uit huis te gaan. Ik kan niet wachten. Maar het is allemaal zo belachelijk duur hier zo in het dorp. En in reizen ook trouwens. Het is echt niet te doen. Bijvoorbeeld 1100 euro per maand. Nou, ik vind dat dus best wel veel voor mij. Ik ben 19 jaar student. Dus ik kan het wel betalen, maar ik weet niet. Ik vind het wel gewoon duur. Dus, oh, struggles. Oké, ik heb net gedoucht. En ik ben dus nu mijn make-up aan het doen. Maar ik zit nu even in een struggle. Ik heb namelijk trouwens gelijk een tipje. Ik doe altijd liquid highlighter onder mijn foundation. Het is een beetje donker, maar dat komt omdat de zon superveel schijnt. Dus ik heb even dat ding naar beneden gedaan. Maar dan krijg je echt zo'n natuurlijke glow. Maar ik heb namelijk een droge huid, dus dan vind ik dat wel mooi. Maar ik ben het belangrijkste vergeten. Namelijk mijn concealer. Dus je zou nu vast denken, ja, dan doe je dat toch nog even op. Ja, maar ik heb dus al gepoederd. En ik ben bang dat als ik dat nu ga doen, dat het helemaal gaat vlekken. Ik zie dus bij mezelf wel wallen. Dus ik denk, zou ik het nou nog gewoon even doen? Nee, ik ga dat echt verpesten dan. Nou ja, goed. Ik laat het wel zo. Ik ga nu even verder met mijn make-upje. En dan mijn haartjes doen. En dan ready to go. Oké, ik ga het gewoon proberen. Oh, ik ben echt bang dat ik het nu verpest. Oké, niet te veel. Maar het is echt een beetje nodig. Oké, ik doe gewoon nu zo. Oh mijn god. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wat een gezeik. Oh nee, dit had ik niet moeten doen. Nou ja, goed hè. Die andere skip ik. Niet heel tactisch dit, maar goed. En nou is het tijd om deze vreselijke ravage op te ruimen. Het was gisteren dus helemaal perfect. En nou heb ik er weer een bende van gemaakt. Nou, let's go. Nou, en het is weer zo goed als mooi. Ik moet het alleen nog een keer schoonmaken, want mijn gymschoenen, of mijn sportschoenen, gymschoenen, mijn sportschoenen, die hebben blijkbaar zand meegenomen. Maar goed, ik heb het probleem ook een beetje verplaatst, dus nu moet ik hier nog even aan de slag. Oké, ik heb me semi soort van snel mijn haar gedaan. Ik had niet echt meer tijd, maar ik doe dus de laatste tijd met een hele grove krultang, zo'n hele dikke. En dan kam ik het uit, dus dan zit het een beetje zo als slag, zeg maar. En ik draag dit truitje van Colorful Rebel. Ik vind die echt heel leuk. En deze broek is van Naked. Maar ik wilde een beetje warm aankleden. Want ja, nu schijnt toevallig weer de zon. Maar het is echt vreselijk weer. En we gaan dus... Oh, ik heb helemaal niet verteld trouwens wat ik ga doen. Het is dus bevrijdingsdag. En ik ga met mijn vriendinnetje Lies... Gaan we lekker op terras zitten, lekker lunchen. Helemaal zin in. Maar ja, het is dus heel hard aan het waaien. Echt, ik waaide echt vanochtend met sporten nog net niet weg. Het was echt alsof ik aan de zee was. Maar goed, dus het waait heel hard en het regent. Dus we zitten op zich daar wel beschut. Dus ik doe gewoon een dikke jas aan. Komt allemaal goed. Dus gaan we lekker lunchen, wijntje doen. En dan 's middags gaan we bij mij hier zitten. En dan gaan we hotel boeken. Want we gaan een weekendje weg. Over 2 weken ongeveer. Want Lies is als het goed is dan geslaagd. Ze is afgestudeerd verpleegkundige. En ja, ik wil daar gewoon gezellig bij. Dus we gaan lekker een weekendje weg. Gewoon gezellig. Want we zouden natuurlijk vorig jaar op vakantie gaan. Maar ja, corona, hè, dat ging allemaal niet door. Dus... Dan doen we dat in Nederland. En dan gaan we naar die Westfield Mall, zeg maar, die in Leidschendam. Nou, en daarna gaan we lekker hierheen, gaan we lekker sushi bestellen. Dus een beetje de bevrijding vieren. De bevrijding. dus ja, daar heb ik echt heel veel zin in. En dan komt Sander hier vanavond, dus daar heb ik ook zin in. Want ik heb hem nog niet gezien deze week. En eigenlijk zie ik hem eigenlijk elke dag, maar deze week nog niet. Dus zin in. Ik ga snel mijn schoenen aandoen. En dan ga ik vandoor, want ik heb echt bizar veel trek. Dus. En ik heb trouwens nieuwe kaarsen. Deze, deze en deze. Ik vind dit helemaal geweldig. Ik heb dit zelf besteld via Chouette of zo. Ik zou de Instagram naam even hier in de beeld zetten. Niet gesponsord, niet gekregen, gewoon zelf betaald. Maar ik vind dit echt prachtig. Oh ja, en de tas die ik meeneem is deze van Berkeley. Ik vind deze echt helemaal mooi.
thuis. Oh. Au, slaapvoet. Wow, yo. Die komt opeens uit het niets. Oh my god. Oh. Wat een gezeik. Ja, ik ben net thuis. Ik zie nu, ik moet mezelf nog even klaarmaken. Maar ja. Gisteren was echt mega gezellig. Ik ben daarna naar Sander gegaan. Toen zijn we daar nog gaan slapen. Hij was eerst hier en toen daarna ging ik naar hem bij hem slapen. En ik had natuurlijk heel wat wijntjes op. Er staat hier ook gewoon nog wijn. Maar ja, ik mocht natuurlijk niet meer rijden. Dus vandaar dat hij me ging ophalen en zo. En ik vanochtend met de bus terug moest. Dus ja, dat is dat. Hele wereldreis al gehad. Ik ga me nu even... Oh, die slaapvoet. Ik ga nu even die Bondi Sands Pure op mijn gezicht smeren. Want dat heb ik wel nodig. En dan heb ik over een kwartiertje mijn psycholooggesprek. En daarna heb ik eigenlijk de hele dag vrij. Het is namelijk donderdag. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ik denk dat ik daarna, want ik heb dus mijn kast maandag of dinsdag opgeruimd. Oh, zit de vlek in. Maar dus ik heb weer wat dingen voor Vinted. Of Insta Closet Sale. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Dus ik denk dat ik daar foto's van ga maken vandaag en al ga online gaan zetten. Dus dat is denk ik een beetje de planning. Foto's maken voor Vinted en meer niet. Ja, vanavond ga ik naar mijn vader. En dan ga ik daar eten. Morgen ga ik met Sander naar Rotterdam. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb namelijk een hotel als verrassing geboekt. Een 5-sterren hotel en dan een VIP overnachting. Helemaal zin in. In het Hilton Hotel. Dus morgen gaan we al eerder rijden. We gaan om 10 uur al onderweg. Want het is voor ons 2 uur rijden. Ja, dan gaan we gewoon lekker de stad daarin. En lekker lunchen op het terras. Als het een beetje mooi weer is. Maar we hebben wel gereserveerd voor de zekerheid. Dus ja, wel leuke planning dit weekend. Daar heb ik ook echt zin in. Dus ik ga nu snel mijn tanden poetsen. Bril opdoen. Psycholooggesprek. Foto's maken voor Vinted. En naar mijn vader. Planning voor vandaag. Echt genieten deze video van Vera Camilla. Echt love it. Ik heb even lekker mijn nieuwe glas gevuld met verse thee. En het is gewoon weer tijd. Echt ongelooflijk om mijn kamer op te ruimen. Dus dat ga ik nu doen. Het valt wel mee wat voor benden, maar ik moet gewoon wat dingen opruimen. Er zat nog zand onder mijn gyms, zeg ik het weer, sportschoenen. Dus ik ga ook echt stofzuigen. Ik ga alles even lekker afnemen, stofvrij maken. Gewoon even helemaal opruimen en daarna ga ik lekker douchen. En ja, let's clean it up. Tadaa, mijn kamer is weer helemaal lekker stofgezogen en schoongemaakt. Echt een heel chill gevoel. Oké, nou is het tijd om mijn plantjes water te geven. En ik heb even een tipje voor jullie. Nou, dat ziet er natuurlijk echt heel goor uit dit. Maar je moet een bananenschil in water doen. Moet je lekker 2 minuten laten staan. Of 2 minuten, haha, grapje. Ik bedoel, 2 dagen laten staan. En dan heb je dus eigenlijk gewoon bananenwater voor je planten. Dat is dus mega goed voor je planten, want daar zit natuurlijk heel veel vitamines in. Dus dan schenk je dat in de gieter. En daar doe je dan weer water bij. Nou, en dan heb je dus eigenlijk vitaminewater voor je planten. En daar gaan ze echt heel erg goed op. En je moet het sowieso nog even met water aandunnen, want het is best wel slijmerig. Toevallig belde net Sander, toen ik ging filmen. Maar ik was net klaar met douchen en toen ging de bel, want er is een pakketje geleverd. Althans, eigenlijk 2. Als eerst van Social Friends, echt heel erg leuk voor de ambassadeursprogramma. Een tegoedbon. Maar ik had ook wat besteld voor Sander. Want wij gaan dus weekendje weg en ik heb zo'n bidon met mijn naam. Wat je bij Love Island en zo ook altijd ziet. En hij werkt nu fulltime. En toen zei hij, oh, ik wil ook een bidon.
met zo'n rietje. Want dat is gewoon echt, dan drink je gewoon echt veel meer. Dus dat heb ik toevallig voor hem gehaald. Ik dacht, dat was wel leuk als we dit weekend toch weggaan. De zwarte. Maar zijn bijnaam is dus Bux. Dus ik dacht, dat wil ik hier op doen. Maar Bux met een trema op de O. Maar dat kan dus niet. Dan stond er dus Box. Maar ja, dat was ook niet echt de bedoeling. Dus ik heb maar gewoon Sander gedaan. Dus cadeautje. En dan ga ik nu mijn tas inpakken voor het weekendje weg. En ik draag trouwens echt een hele basic outfit. Ja, ik weet niet. Ik had er echt geen zin in vandaag. Dus gewoon lekker chill. Ik ga toch alleen nog naar mijn vader straks. Ik draag namelijk dit vestje van Marques. De body is van de Zara. En deze broek is van Sans. Echt heel erg fijn. Ik draag dus nooit skinny. Maar deze, dit is de enige skinny die ik heb. En die vind ik wel heel fijn. Vloggy. Vloggy. Het is vrijdag toch? Ja. En ik ben lekker bruin. Dat is dus een beetje fout gaan. Dat ga ik gelijk vertellen. Ik gebruik dus zoals jullie nu weten die Pure van Bondi Sans. Dat masker 's nachts. Oh, het gaat een beetje op en neer. Maar blijkbaar heb ik vannacht gehuild of zo. Ik weet het niet. Sander, jij hebt ook niks gehoord, toch? Nee. Ja. Ik heb blijkbaar gehuild vannacht in mijn droom of zo. Ik denk dat ik een kutdroom had. Maar ik heb dus nu twee van die vreselijke strepen. En ik heb make-up op. Maar zelfs dan zie je het. Dus ik weet niet of dat... Ja, ik weet niet. Het is op zich wel een aanrader, maar niet als je heilt. Dus logisch. Maar goed, wij gaan nu naar Rotterdam. Het is nu 10 uur, dus dat hebben we allemaal weer mooi voor elkaar gekregen. En dan gaan we dus een nachtje weg. En ja, ik ben benieuwd naar het hotel. En we gaan nu eerst naar Sanders huis, want hij is zijn jas vergeten. Dus die gaan we even ophalen. En voor de rest neem ik jullie mee. Nou, hier kom je binnen. Ondertussen ook aan het filmen. Hier heb je dan een badkamer. Het ziet er gewoon heel erg netjes uit. We hadden volgens mij de deluxe kamer, dus daar betaal je nog best wel veel voor. Want je zit echt midden in het centrum van Rotterdam. Oh ja, ik ben ook mijn mobiel aan het filmen. Hier heb je dus de wc zo. De badkamer en de douche. Hier heb je dan zo de spiegel. Ziet er leuk uit. Dan heb je hier nog goodies. Dat is altijd leuk. Wat zit daarin? Niks, geen idee. Dus dat. Dan heb je hier dit zo, de kasten. Nou, we hebben al een beetje een rommetje van gemaakt. Maar hier heb je de tv. En het grote bed. Nou, dat ziet er heerlijk uit. Roomtoertje. Maar we zaten echt midden in de stad. Dus letterlijk, de straat hier verderop is het winkelcentrum. Dus dan kijk je hier op uit. En daar heb je het winkelcentrum. Dus ja, super. En toen kreeg ik opeens dit als cadeautje van Sander. Echt zo lief. Echt lief. Hij zei dat hij dit als verjaardagscadeau wil doen, maar ja, dat was dus niet het geval. Hij heeft het gewoon voor nu gedaan. Yay. Lekker Amerikaanse dingetjes gehaald voor vanavond. En ijskoffie. We zijn weer terug en we hebben dus uiteindelijk deze gehaald in de markthal. Echt heel erg benieuwd naar. Ik hou echt van deze. Maar die zijn dus echt gebakken in echte kaas of zo. Dus lijkt me lekker. Deze waren we heel erg benieuwd naar. We hebben mini nerds. Want ja, wij worden best wel snel misselijk of vol. Dus we dachten we doen een mini. En Reese's. En dit hebben wij dus nog nooit gehad. En hier waren we wel heel benieuwd naar. Dus dat gaan we straks lekker proeven. We hebben nog, even kijken waar is dat? Hier. Nou, dit mocht ik gewoon pakken. Dus shirts en zo. Voor vanavond. We hebben bier gehaald, wijn, wat tapas dingetjes, kaas, garnalen. En over een half uur komt ons eerste gang op de kamer. Dus dat is ook wel heel leuk. Sander die heeft nog heel erg leuk dit beige shirtje. Gewoon zo'n
heel erg mooi shirtje gehaald. Zo'n heel erg mooi blouseje. Ik vind het zo mooi. Een beetje linnen. Dus die staat hem ook heel mooi. Dus die heeft hij gehaald. En ja, ik denk dat we hier gewoon gaan eten. Ik heb deze stoel erbij geschoven. Ik weet ook niet hoe ze dat doen. Maar dat gaan we gewoon doen. En dan gaan we hier lekker biertje doen. En wijntje. En lekker eten. Naar binnen gebracht. Dit is het voorgerecht. Garnalen. Wat is dit? Geen idee. Gaan we zien. En dan hier het hoofdgerecht. Even kijken. Oeh, dat ziet er lekker uit. Ben je aan het vloggen, joh? Alright, guys. Kappen, ik ben aan het kijken. Dat is belangrijk. Impressiebeelden. Oh, lekker. Echt super veel ontbijt gekregen. Hier hele tas vol met broodjes. Ik heb plantaardige, hoe heet dat? Yoghurt. Krusli. Dit allemaal. Pancakes, thee, koffie, shootje. Ik kreeg een heel pakketje beleg. Lekker wat zelf als jij. Dus ga nu lekker eten. Hallo, het is vandaag zaterdag. En let niet op mijn gesteldheid nu. Ik heb echt heel erg leuk. Dit hoesje van Burga dus om mijn AirPods gedaan. Echt zo lief dat Sanne dit heeft gegeven. Gewoon zomaar zo lief. Maar ik kom net uit bad. Ik heb echt heerlijk een uur in bad gezeten. En ik heb Sander's shirt aan. Lekker de chill modus ingegaan. Maar ik dacht, het is even tijd voor een eerlijk gesprek met jullie. Dus vandaar dat ik er gewoon zo uit blijf zien. Ik dacht, ik kan nu wel helemaal mijn haar gaan kammen en gaan doen voor camera. Maar daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik merk dus eigenlijk, en dat heb ik helemaal niet echt, volgens mij heb ik het wel een paar keer verteld in mijn weekvlogs, maar niet heel erg op ingegaan. Maar dat ga ik nu wel even doen, want ik vind dat heel erg belangrijk. En waarschijnlijk als je me langer volgt, weet je dat ik ook heel erg belangrijk vind. Maar nou ja, ik ben altijd best wel open over mental health en over ja, gewoon mentale gezondheid in het algemeen ook. En natuurlijk over mijn persoonlijke verhaal. Mocht je nog van niks weten van mijn verhaal of iets. Nou, ik heb een angststoornis. Ik zal even de video hier in beeld zetten. Daar heb ik dus ja, begin dit jaar video's over gemaakt. Meerdere. In de serie Mental Monday. Dus daar ben ik al best wel open over geweest. En ik heb natuurlijk sinds 2019 december al klachten, angstklachten. Die gepaard gaan ook met burn-out. En tot op de dag van vandaag, 2021, dus we zijn nog heel wat jaar verder, heb ik er nog steeds last van. En het ging eigenlijk heel erg goed de laatste paar maanden. Echt sowieso vergeleken met toen, 2019 zeg maar, 2020 vooral. Poh, gaat het echt een stuk beter. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Vooral met mijn hypochondrie gaat het echt een stuk beter. Maar waar ik dus wel de afgelopen nou ja, weken, eigenlijk maanden, misschien al wel weer, heel erg weer last van heb, is duizeligheid. En echt de hele dag door. En ik dacht, ach joh, dat gaat wel weer over. Dat trekt wel weer weg, want dat heeft het toen ook gedaan. En weet je, niks aan de hand. Ik probeerde wel wat rustiger aan te doen in mijn ogen. Maar toen zat ik dus net zo te denken. Ik zat namelijk in bad. En ik heb er al heel vaak met mijn vriend ook over van. En ik zat te denken van, maar wat doe ik dan precies minder? Want ik zeg elke keer, ah, ik doe al veel minder. En ik let wel op mezelf. Want ik weet nu best wel goed eigenlijk hoe ik ermee om moet gaan. Maar wat doe ik dan precies? Zat ik te denken, ja, ik upload nog steeds gewoon 2 keer. Dus in dat opzicht doe ik helemaal niks minder. Gewoon mijn eigen bedrijfje, gewoon dit en zo gaat ook beter dan ooit. Daar ben ik ook super blij mee en dankbaar voor. Dus het gaat allemaal best wel goed. En Wat doe ik dan precies minder? Ik ben natuurlijk ook weer begonnen met school. Dus eigenlijk is er alleen maar meer bijgekomen. Dus ik heb zo vaak tegen mezelf gezegd van ik doe wel minder. Dus dat ik nu duizelig ben maakt niks uit. Want ik doe toch al minder. Dat ik er helemaal in geloofde. En dat ik nu denk van ja, maar wat doe ik dan minder? Dus ik zat zo, nou ja, vanochtend waren we dus natuurlijk in het hotel. En ik werd weer heel erg duizelig wakker. En normaal gesproken heb ik dat, normaal gesproken, dat is al best wel erg eigenlijk, heb ik dat pas aan het eind van de dag. Maar nu word ik gewoon al mee wakker. En ik weet gewoon, ik ken mijn lichaam nu zo goed. Ik weet gewoon dat dat grenzen zijn. En dat ik gewoon te veel prikkels krijg. En ik heb zo, ik ben heel erg hoogsensitief ook. Dus bij te veel prikkels wordt het me al te veel.
Maar nu al helemaal natuurlijk, omdat ik echt op het randje van ja, de beginfase van een burn-out zat. Weet ik gewoon precies mijn grenzen, zeg maar. En ik moet zeggen dat ik daar de afgelopen maanden echt wel heel erg overheen weer ben gegaan. Zonder dat ik dat precies door heb. Maar eigenlijk heb ik het wel door, maar ik wil er niet aan toegeven. Dat is zeg maar een beetje het probleem. Dus ik werd weer duizelig wakker en echt bizar erg. En toen ben ik gaan mediteren. Even rustig aan, geen mobiel. Ik merk namelijk ook als ik heel veel op schermpjes zit. En al is het maar een Netflix serie kijken, dat het al te veel prikkels zijn. En ja, ik moet gewoon even niks doen. Dus net zat ik in bad. Ik heb expres mijn mobiel niet meegenomen. En ik ging gewoon in bad, gewoon een uur liggen. En dat vind ik al zo lastig. Maar dat, ja, dat deed al super goed. Maar alsnog ben ik duizelig, zeg maar. Maar het punt waar ik op neer wil komen is dat het eigenlijk dat ik er nu gewoon aan moet toegeven. Ik ben duizelig elke dag weer en dat ben ik niet voor niks. Dat is gewoon mijn lichaam die aangeeft dat ik te veel doe. Want ik zeg wel tegen mezelf dat ik minder doe, maar dat klopt echt niet. Want uiteindelijk doe ik alleen maar meer. Ik maak 2 keer in de week video's, dat moet je ook nog editen. Ik vlog elke dag. Ik heb een fulltime ja, studie die ik volg, HBO. Daarnaast heb ik gewoon een vriend. Ik heb mijn vader die in Apeldoorn woont, mijn moeder die hier in Nijverdal woont. En nog gewoon een sociaal leven. Corona is er ook nog. Dus er zijn allemaal dingen. En toch ben je daar wel mee bezig. En ik ben ook heel perfectionistisch en een echte strever. En ik wil altijd het beste. En daardoor kan ik dingen ook echt niet makkelijk loslaten. Waardoor ik eigenlijk de hele tijd met mijn hoofd in bezig ben. Ook met deadlines. Zoals van, oh, ik moet dit en dit nog doen. En dan blijf ik maar malen. En ik merk ook vooral dat wanneer ik bijvoorbeeld op social media aan het scrollen ben. Of aan bepaalde dingen denk, dat ik dan heel erg duizelig word. Dus ja, punt is dat ik dus duizelig ben, omdat ik waarschijnlijk ja, toch wel weer te veel doe en daar eigenlijk niks... Ja, ik luister er wel naar, maar ik handel er niet naar. En ik vind dat wel echt mega belangrijk om te doen, want voor je het weet escaleert het weer. Dat wil ik nooit meer hebben. Dus ik ga er nu ook echt wat mee doen. Ik heb voor mezelf doelen opgeschreven, of tenminste dat ga ik straks doen. Maar wat ik nou ja, wil gaan doen, hoe ik dan verder wil, zeg maar. En ja, ik vind het voor mijzelf heel belangrijk om dus nu de lat wat lager te leggen. En om 1 keer een video te gaan uploaden. En misschien zelfs 1 keer in de 2 weken. Maar dat ga ik, dat zie ik nog wel. Maar in ieder geval 1 keer minder dan wat ik nu doe. Het gaat niet fout of zo nu met mij. Maar ik merk gewoon dat de grenzen ja, overschreden zijn de afgelopen maanden. En daar moet ik nu gewoon wat mee doen voor het te laat is. Dus ik wilde dat wel even aangeven. Dan weten jullie dat. En ik raad je het ook zeker aan om mijn video van Mental Monday te gaan kijken. Zodat je wat meer weet over de situatie. Want dat ga ik nu niet allemaal uitleggen. Want dat is gewoon heel erg veel. Die zou ik dus hierboven even linken. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om hier open over te zijn. Ook omdat ik merk dat heel veel mensen hier last van hebben. En eigenlijk niks mee doen. En ik vind het juist zo belangrijk als mensen hier wel wat mee doen. En wel naar handelen. Dus dat wil ik even aangeven. Ik ga wat minder uploaden. Dus ik heb ook besloten om lekker vandaag, het is zaterdag, maar ik ga lekker niks doen. Want dat is dus ook al iets, hè. Ik ben al om 10 uur back af. Gewoon helemaal kapot van alle prikkels. En vooral nu ben ik een nachtje weg geweest. En dan heb ik gisteren de hele dag dingen gedaan. Echt super gezellig. Maar dan ben ik gewoon daarna helemaal kapot. Dus ja, ik... ook al krijg ik van bijvoorbeeld YouTube en van dingen doen heel erg veel energie. Ook daarin kun je te ver gaan, zeg maar. En ja, ook al krijg je van dingen energie, kun je alsnog te perfectionist zijn en te veel willen. En ja, doordraaien, zeg maar, in werk. En dat vind ik gewoon ja, gevaarlijk. Dat wil ik echt niet meer. Dus vandaar dat ik die balans wat meer moet gaan terugvinden in privé en werk. En ja, het eigenlijk heel erg in evenwicht wil houden. Dus dat ben ik weer van plan. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Een hele preek van mij. Maar ja, eigenlijk een hele update. Maar dan weten jullie ervan. Ik vind dat wel heel erg belangrijk om gewoon te delen. Ik zit dus nu lekker in mijn sloffie. In mijn kloffie, hoe je dat ook zegt. Lekker oud shirt van Sander aan. Een hele wijde broek. Lekker mijn haartjes gewassen. Dus ik ga nu lekker mijn bedje opmaken. Mijn koffer uitpakken. En dan ga ik lekker chillen. Ik ga beginnen aan de serie Homeland. Helemaal zin in. Dus dat ga ik lekker doen. Dus ik ga denk ik ook gewoon de vlog afsluiten. Morgen is het moederdag. Dat is op zich wel leuk. We gaan lekker Chinees hier eten. En ik heb voor mijn moeder een tasje met een parfum. Dat ga ik haar geven. Maar dat is al ingepakt. Dus dat kan ik toch niet laten zien. En dan komt Sandy hier morgen ook. En daarna gaan we bij hem.
Dus ja, volgende week begint school weer. Deze week had ik natuurlijk meivakantie en ik heb alles alweer helemaal vol gepland. Dus ik ben nu dus wel weer van plan om een beetje die balans op te zoeken. Dus, dan weten jullie ervan. Pin me er niet op vast dat ik elke week een video online ga zetten, maar ik zie het wel. In ieder geval een video minder. Dus de vrijdag, daar komt geen video meer van online op vrijdag. Maar op maandag wil ik het wel gewoon aanhouden. En als dat te veel wordt, dan 1 keer in de 2 weken op een maandag. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik wil trouwens ook nog even een meisje bedanken die mij in Rotterdam tegenkwam. Wat ik zelf echt insane vind. Soms besef ik ook niet hoeveel mensen naar mij kijken of zo. Want ik woon in Nijverdal. Dat is een dorpje in Overijssel. Dan ga ik 2 uur rijden naar Rotterdam. En dan kom ik gewoon iemand tegen in de auto die het raampje naar beneden doet. En mij roept en zegt dat ze mijn vlogs kijkt. Nou, ik vind dat dus echt heel erg leuk. Ze heeft me net ook een DM gedaan. Heel erg leuk. Ze herkende naar mijn vriend en mij. Dus ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te zien. Dus je mag altijd hoi zeggen. Mocht je daar over twijfelen of zo. Ik vind dat echt heel erg leuk. Dus bedankt. Zonder jullie kan ik dit niet doen als werk. En daarvoor wil ik jullie bedanken. Check dus even de Stronger kortingscode. En de linkjes die zet ik in de beschrijving. En ja, take care of yourself. Vooral in deze tijd. Doei doei.